Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag een balkon makeover voor jullie. Ik heb een aantal items gekregen van Xenos, een aantal items daar zelf gekocht. En we hebben ook bij IKEA een vloer gehaald, een balkonvloer. En die heeft Mick geïnstalleerd. Ik heb dus nog nooit in mijn leven een balkon gehad. En ik vond het echt super leuk om te doen. Maar ik kan me ook voorstellen, als je dat nog nooit hebt gehad, zoals ik, dat je dan niet echt een idee hebt van wat is handig, wat is leuk, wat is mooi. Dus ja, ik hoop dat jullie er iets aan hebben. En als je vragen hebt, laat het vooral weten in de comments. En dan is het nu tijd voor de makeover in 3, 2, 1. Ik was bijna vergeten een before shot te maken. Dus bij deze nog even. Ik heb nu alleen nog die plant neergezet. Maar die staat trouwens ook nog niet goed. Maar ja, dit is dus een balkon. Helemaal leeg. Balkon update. De vloer is er. We gaan even zo even kijken hoe dat gaat om te leggen. Het is een super recht balkon, dus dat is vrij makkelijk, denk ik. En dit heb ik inmiddels allemaal in elkaar gezet. Maar dat moet nu natuurlijk weer heel even aan de kant. Anders kunnen we die vloer niet leggen. Maar ja, ik ben benieuwd. En before is dus gewoon dit beetje lelijk neergezet. Netjes afgewerkt eigenlijk. Oké, ik ga de rest erin En dan is hier het eindresultaat. Ik ben zo blij met deze set. Je kan hier echt lekker op zitten. Je kan hem er tegenaan schuiven en met je benen erop liggen. Dan heb je meer een soort lichtbank. Maar je kan er ook eten op zetten. Een dienblad. Ik heb deze... Het dienblad is ook van Xenos. Die lamp is van Xenos. Het vloerkleed is van Xenos. En deze stoeltjes ook. En die zitten echt heel lekker. Je denkt misschien van... Hoe kan je hier nou comfortabel in zitten? Een paar dingen. Maar deze zit echt verrassend comfortabel. En ik vind ze ook heel leuk staan. Ik zal jullie ook even een foto laten zien. Wat mijn inspiratie was voor het balkon. Mijn moodboard. En wat ik nog misschien wil toevoegen. Is zo'n zwart rooster. Waar je dan dingetjes in kan hangen. Van die plantslingers of zo. En deze plant. Dit is een nep plant. Maar dat zou je echt niet zeggen. Hij is heel mooi. Hele mooie kwaliteit. En ik vind het gewoon fijn. Stel je gaat op vakantie. Je hoeft niet te denken over water geven. Of dat hij omvalt. Dat alle prut eruit ligt. Omdat het dus gewoon ja, een nepplant is. Maar deze staat al een tijd buiten. En hij kan gewoon tegen regen en alles. Dus ja, ik vind hem ook heel leuk staan in dit hoekje. En hier zie je de vloer wat beter. Dit zijn dus die tegels en die hebben we dan om en om gelegd. Dan krijg je een heel leuk patroon. Het vloerkleed had ik misschien beter zwart-wit kunnen kiezen in plaats van beige-wit.
Maar toen wist ik nog niet dat we deze vloer gingen nemen. Toen had ik het kleed al. Dus ja, dat was niet het meest handige. Maar goed, ik vind het nog steeds wel heel leuk eruit zien. En deze twee dingetjes zijn van de Action met van die kaarsjes tegen muggen. En dan heb ik hier nog een bedje voor Spike en die is ook van de Action. En dit droogrek trouwens ook. Ik was helemaal blij toen ik zag dat ze een zwarte hadden. Want ze hadden altijd zo'n witte met blauw. Maar deze is dus zwart, dus die past helemaal bij de aesthetic. En misschien wil ik nog iets van een tafeltje en met stoelen dat je echt ook kan eten. Meer aan tafel kan eten. Dus ja, aan de andere kant kan je hier ook gewoon wel eten eigenlijk. Met een beetje je bord op schoot. Een plank met een stokbroodje. Ik zal even in het hoekje gaan staan. Dan kan je het beter zien. Zo, dit is het geworden. En je denkt ook misschien, oh wit. Maar dit blijft verrassend goed schoon. En ook gemakkelijk schoon te maken. Je hebt van die sponsen. Bepaalde sponsen bij de Action. Kan je heel makkelijk het allemaal mee schoonmaken. Ik zal ze even laten zien. Dat zijn namelijk deze. En dan was dit de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zal alle linkjes van de producten in de beschrijving zetten. En als je nog andere vragen hebt, laat me dan vooral weten in de comments. Heel erg bedankt voor het kijken. En wil je meer van dit soort video's, vergeet dan niet te abonneren. En bekijk ook even mijn meest recente Action Shop blog. Waarin ik allemaal leuke zwart-witte items met jullie deel. Dus ik zie jullie daar. Bye!